Mag ik jullie voorstellen aan Jasper van Buiten, 33 jaar, docent aan de opleiding Sport en Bewegen van het Alpha College in Groningen en Assen. Waarom moet Jasper docent van het jaar worden? Jaspers kracht zit in de betrokkenheid bij de leerlingen in het proces. Jasper weet heel goed wanneer die leerlingen een helpende hand moet toesteken en wanneer leerlingen het zelfstandig kunnen doen. Nou, dat is heel erg belangrijk bij niveau 2 leerlingen waar hij les aan geeft. Daarnaast hebben deze leerlingen ook heel veel behoefte aan structuur en dat kan Jasper heel goed bieden. En dat zijn de dingen waarom ik denk dat Jasper docent van het jaar moet worden. Jasper, vertel eens iets over jezelf. Mijn drive om aan het werk te gaan binnen sport en bewegen. Nou, allereerst natuurlijk gewoon de sport. Sport is mijn passie. Ik ben zelf ook sportief nog actief als voetballer. Dat zie je hier binnen sport en bewegen natuurlijk gelijk terug. Allemaal mensen die iets richting de sport willen doen. Het mooiste van de sport is dat mensen lekker in beweging zijn en met elkaar in contact zijn. En dat is ook een van de dingen die ik hartstikke mooi vind aan mijn baan. Het persoonlijke contact met de studenten. Niet alleen over hoe gaat het hier op school, maar hoe gaat het thuis. Hoe gaat het op je stage. En dat gebruik ik dan om samen met hun, want uiteindelijk doen ze het zelf, om allemaal een diploma te laten krijgen. En dat is wel echt mijn drive binnen sport en bewegen. Studenten selecteren, testen, begeleiden, ontwikkelen en ze opleiden tot sportleider. Dat is de basis van Jasper's baan als docent op het MBO. De talenten van de student ontwikkelen. Daar ligt Jasper zijn kracht. Maar wat vinden de studenten zelf van Jasper? Afgelopen 2 jaren is hij mijn coach geweest. Hij is mijn docent geweest. En als ik vragen heb, kan ik bij hem langs. Vooral over theorievakken als praktijk. En Jasper is een leuke docent om van les te krijgen. Ik vind dat hij meer ook met privé dingen helpt. Andere docenten zijn meer echt wat je op school nodig hebt, daar zijn ze er voor je. Maar als ik echt met iets zit, dan helpt Jasper me altijd met de oplossing totdat het is opgelost. Hij probeert meer uit de leerlingen te halen. En dat doet hij op verschillende manieren. Als je er bijvoorbeeld niet bent, nou, dan belt hij je, sms't hij je, appt hij je, stuurt hij je een mail. Nou, van waar ben je, waarom ben je er niet? En op die manier laat hij wel zeg maar, duidelijk zien aan de leerling dat hij geïnteresseerd in de leerling is. En dat hij ze ook beter wil maken. Jasper, wat ga je vandaag doen? Vandaag zitten we in de herkansingsweek. Onze studenten die moeten praktijkexamens doen, praktijkexamens lesgeven. We hebben iedereen uitgenodigd hier op het veld. Dus zometeen hebben we eerste en tweedejaars door elkaar heen. En die moeten een hele les verzorgen. En op dit moment is dat voetbal. Dus die zorgen voor een specifieke warming-up, een kern 1 en kern 2. Een goede afsluiting. En hopelijk kunnen de studenten dan op voor hun diploma of voor overgang naar tweede leerjaar. Roy, wat vind je als collega van Jasper? Ja, ik vind Jasper een hele fijne collega. Ik ken hem inmiddels sinds een jaartje of 3 is hij bij mij in het team. En eigenlijk heeft hij direct een prominente rol ingenomen als teamlid. Heel erg actief en kritisch binnen dat team. En dat team is ook beter gaan functioneren op het moment dat hij daar als collega bij kwam. Anderzijds, in de omgang met leerlingen vind ik hem ook fantastisch. Enerzijds als mens, maar ook wel degelijk een hele gestructureerde, duidelijke docent die overduidelijk zijn regels heeft. En onze leerlingen vinden dat gewoon heel erg prettig en dat merk je aan alles. Hij denkt voornamelijk niet alleen aan problemen, hij denkt voornamelijk juist aan oplossingen. Dat maakt hem een goede docent. Jullie hebben het toch wel goed ingesmeerd, hè? Dat is een goede vraag. Waarin blinkt Jasper uit? Jasper is een docent die op niveau 2 lesgeeft en hij is een echte bruggenbouwer. We hebben 2 locaties hier bij het Alpha College, in Groningen en in Assen. En hij heeft er daarvoor gezorgd dat het onderwijs wat in Groningen wordt ontwikkeld zich ook heeft uitgebreid nu naar Assen. Waardoor de leerlingen op dezelfde manier les krijgen, maar ook waardoor de resultaten, dus de kwaliteit van het onderwijs is verbeterd. En dat heeft ervoor gezorgd dat de rendementen ook in Assen nu hoger zijn dan we ooit hebben gehad. En dat is natuurlijk wel een heel mooi resultaat dat daar bereikt is.